In dit filmpje wil ik een medicinale chocolademelkrecept vertellen die ook echt heel erg lekker is, die iedereen kan drinken en waar je heel goed van kan genieten. En wat niet onderdoet qua smaak voor industriële chocolademelk, dat is misschien nog wel lekkerder. Dus de basis is kokosroom. En als je het jezelf makkelijk maakt, dan koop je kokosroom in een winkel. Met een eetlepel cacao en stevia thee. Nou, stevia is groene thee, is heel erg zoet. Dat is de basis. Maar met kaneelthee, als je die ook maakt en die laat je 24 uur trekken, heb je een hele lekkere kaneelsmaak. Die doe je erbij en dat maakt het nog zachter. En daarbij doe je ook palmsuiker. En er is palmsuiker gewoon in poedervorm. Er is palmsuiker in harde vorm. En er is palmsuiker in een pasta vorm. En je moet bij een tropische winkel kijken voor de verschillende soorten palmsuiker. Maar als je daar heet water bij doet, dus eerst een klein beetje water en dan goed mengen. En dan kan je er heet water bij doen. Heb je een heerlijke, veganistische, medicinale chocolademelk. En in het artikel in de groentesaus van december 2018 heb ik precies uitgelegd waar deze chocolademelk goed voor is. Dus wat de medicinale werkingen zijn. Dus ik zeg, genees smakelijk met dit recept.